Goedendag vanuit een uitbundige beurs. Ik kijk hier even achter me op het scherm. En we zien inderdaad de AEX is boven de 610 gebroken. Het gaat erg goed. De laatste maandag van een volle week dit jaar, 2019, is heel goed begonnen. En het ziet er naar uit dat het nog even doorgaat. Die beurs ligt goed. Het is een echte host dit jaar. Mijn klanten bij Amerveld Vermogensbeheer zijn ook uitstekend tevreden. Maar ik denk u ook, iedereen die aandelen had dit jaar, heeft een prachtig rendement wat om en bij de 20% ligt. Dat gaat deze week nog even door. Ik denk dat we deze week wat hogere koersen nog zullen zien. Gewoon in de algemene stemming, de halleluja stemming die er op dit moment heerst. We zien wel wat negatieve geluiden langzaam doorkomen, daar zo direct even over. Maar voor dit moment verwacht ik nog wat hogere koersen. Ik zei dat vorige week ook al. Misschien dat we zelfs nog even de 620 aantikken in de AEX. Fondsen die daarbij in het oog springen zijn. Ik denk dat beleggers die laatste week nog wat gaan proberen met AMG bijvoorbeeld. Of met OCI. Wij zelf adviseren al een tijdje het aandeel Nokia. Wij denken dat Nokia volgend jaar lagere resultaten laat zien. Maar die zijn ingeprijsd. Vorig jaar maakte het fonds 40 cent winst per aandeel. Dit jaar 25 cent winst per aandeel. Dat is een stuk lager. Maar ja, op een koers van 3 euro, 3,23 euro, 3,25 euro is dat natuurlijk niet te hoog. En we verwachten dat Nokia, gebaseerd op de 5G uitrol de komende jaren, weer die 40 cent per aandeel gaat verdienen. Ja, en dan is 3 euro of 23 natuurlijk wel erg laag. Een ander fonds wat ik de vorige keer noemde was Fugro. Dat was wat in het nieuws, omdat Fugro natuurlijk te maken heeft met een patentzaak. En dat speelt al een hele tijd. Wij als beleggers wisten dat allemaal al. Maar blijkbaar ING heeft een onderzoekje gedaan en kwam met het nieuws dat die patentzaak wellicht toch negatief uit zou pakken voor Fugro. Afijn, de koers doet er niets op. ING verwacht nog steeds dat die koers naar 11 euro gaat. En ik zelf ook. Ik blijf bij mijn advies op Fugro staan. En ik zie die koers inderdaad richting 11, 12 gaan. Dit jaar misschien niet meer, maar zeker volgend jaar. Ja, dan kijken we even naar wat nieuws wat is uitgekomen. En dan zien we toch dat er wel wat wolkjes aan de lucht zijn. We zien dat de inkoopmanagersindex hier in Europa wat tegenviel. Die komt later deze week in Amerika, maar ook daar verwacht ik wel een ietsje lager cijfer uit dan wat verwacht wordt. We zien dat de arbeidskosten hier in Nederland gestegen zijn. En aan de andere kant, de Nederlandse bank kwam toch ook met een waarschuwing. Die zien een groeivertraging. Ze zien de economische groei in 2021 vertragen naar 0,8%. En dat komt onder andere natuurlijk door, ja, waar we het allemaal over hebben, de vervuiling, hè, het milieu, de hele milieueisen die er liggen. Dat is enorm belangrijk, dat stikstofprobleem. Daarnaast in Groningen de gaskraan dichtgedraaid, minder inkomsten voor de staat en natuurlijk een hele krappe arbeidsmarkt die leidt tot hogere arbeidskosten. Ja, dat gaat de economie misschien wat vertragen en dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden en wat we mee moeten nemen in onze beleggingsbeslissingen voor het komende jaar. Maar daar ga ik volgende week wat meer over vertellen. Voor nu, deze week, ik voorzie een positieve week. Geniet ervan. Nog de laatste hele week en dan volgende week het verhaal voor volgend jaar. Tot dan.